Leuk hè? Een kippie. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Bibi en leuk dat je kijkt. Vandaag is een superleuke dag, want ik mag op Jamesy passen. En dat is het kindje van een van mijn beste vriendinnetjes. Hey Jamesy! Bellen blazen hè? Laat maar zien hoe goed je kan bellen blazen. Ik ga hem wel eerst even openmaken. Ik mag lekker oppassen vandaag en ik vind het super leuk. Want James is echt het allerliefste kind dat ik ken. Hij is zo schattig. En heel lief, gewoon heel makkelijk en zo. Dus we gaan gezellig naar de geitjes vandaag, hè James? Ja. Oeh. James, die blazen? Ja. Goed zo. En hij had net gezegd tegen zijn moeder: we gaan naar een Bibi toe. Goed zo, nog meer. Zo, wij gaan even naar de kinderboerderij en dit heb ik aan vandaag. Het jasje is van de Topshop. Deze is van de Kos, de broek is van de Topshop ook. En mijn schoenen zijn van Allstar. Ze zijn roze. En mijn tasjes van de H&M. Zo, Jamesy, kom je naar de kinderboerderij? Veel leuker dan de kippen. Vind je het veel leuker, hè? Nou, dan wachten we toch even, schat. Wat jij wil. Dan gaan we nog even met de auto spelen. Dan ga ik nog even slapen. Dat is Eddie. Eddie is een knuffel. Eddie. Oh, die mag ik hebben als ik ga slapen natuurlijk. Ah, ik ga lekker slapen. Lekker met Eddie slapen, zo lekker. Wanneer zal James me wakker maken? Oh, waar ben ik? Waar ben ik? Moesten we niet naar de kinderboerderij? We gaan! Yay, we gaan! Zo. Hoe doe je dat nou weer? James, je kan toch niet zo gaan lopen? Hoe doe je dat? Oh, lieverd, kom. Bibi, je tillen naar beneden? Ja. Ja. 1, 2. Hoppakee. Zo. Gaan we naar de kipjes. En naar de... Vogels. Vogels. Ja! Yay! Konijn! 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 En naar de... Vogels! Ja! Ja! Hoi! En naar de... Geitjes! Ja! Ja! En naar de... wat heb je nog meer op de kinderboerderij? Voor dieren. Doet de koe? En de kip doet? En de... Oh, die hebben we net geoefend, hè? Konijntje, hoe doet het konijntje? Heb je last van de zon, liefie? Ja. Ja, oh, had je nou maar een zonnebril? Zo, we zijn nu op de kinderboerderij aangekomen. De eerste van vandaag, want we gaan vanmiddag ook naar boerderij Geertje, want hij houdt heel erg van geitjes. Ah. Schrok je van het geluidje? Hij ging jou roepen, schat. Hij gaat jou roepen, liefie. Kom maar. Oh, hij doet niks, schat. Dat geitje zegt, hoi Jamesy, leuk dat je er bent. Maar hij praat niet zoals wij, dus hij zegt, hallo Jamesy. Oh, kijk eens James. Zoveel. Wat leuk! Die is lief, dat is een babygeitje. Babygeitje. Ah, lief. Wil je lopen? Nee, vind je het eng?
Geitjes! Hij zijn sneller dan de geitjes. Die geit kijkt me aan van die is niet goed joh. Jongens, ik ga even stoppen met filmen, want ik heb een babygeit te tillen. Van James die lag te slapen. En nu is hij aan het praten, heel lief. Ik hoor allemaal gebrabbel. Nu is hij aan het praten tegen het konijntje, want die loopt daar ook rond. Hé, hey, schatje. Zag je het konijntje al? Oh, daar is hij. Daar is hij, hè? Ben je eruit? Ja. Oh, gezellig. Je bent weer helemaal vrolijk. Auto. Auto? Waar gaan we in de auto rijden, James? We gaan naar de geitjes. Geitjes. Heb je lekker geslapen, poepie? Ja. Is die wakker? Hij zegt, oh, konijntje. Wil je wat drinken? Nee. Hou je goed vast. We gaan de lucht in. Oei. We vliegen. Wow. Ik ben een broodje voor James aan het smeren. En dit is wat ik op de koelkast heb zitten. James, kijk een springhaan. Wil je kijken? Nee, dat snap ik. Ugh. Zo, die is echt groot. Echt super groot. Moet je bellen blazen. We zijn aangekomen bij boerderij Geertje, speciaal voor James. En dat wordt nu al helemaal gek. Met luier. Ik heb wel net zijn luier voor schoon. Ja. Zal ik je even dragen of ga je zelf lopen? Ja. Hè, lopen? Of even dragen? Ja. Ja, wat gaan we nou doen, hè? Nierby? Nee. Oké. Oh, dit is zo gezellig hier. Ik ben hier echt een jaren niet meer geweest. Vroeger op kinderfeestjes. Zo boerderij Geertje en dan... Hier heb je gewoon duizenden geiten en koeien en paarden. En super leuk. Helemaal voor kinderen, maar ook voor mij nog een beetje leuk hoor. Leuk hè? Oh, Kippie! Oh. Maar weg daar dan. Oh, dan worden we ziek. We gaan. Gaat achter de kip aan. Kijk. Zitten die met z'n allen in één buik? Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik kan me niet voegen. Hoeveel zijn het er? Mijn moeder ligt ook helemaal uitgeteld. Maar was ze hier, hè? Proost! Proost, proost, proost! Proost! Hapje? Proost! Nou, we hebben een hele leuke middag gehad bij boerderij Geertje, James, met de geitjes. Toch? Ja, toch. En nu gaan we weer James naar zijn mama en papa brengen. Ja, en dan gaan wij nog eventjes wat eten. En dan gaan we weer naar Den Haag. Naar mama en naar papa. En Bibi. Zo, so, het is inmiddels alweer wat later in de avond en ik ging naar huis rijden net. En toen kwamen Lotte en Tim, de ouders van James, kwamen hem ophalen. Het was echt zo'n gezellig dagje. Ik hoop dat James het ook leuk vond, maar hij was zo vrolijk en zo lief. Dus volgens mij had hij het ook echt heel erg naar zijn zin met alle beestjes en zo. Ik vond het zo gezellig, maar ik ben wel echt super moe nu.
Deze week moet ik gewoon nog werken. Dit is mijn laatste officiële werkweek. En er komen ook allemaal leuke nieuwe dingen aan waar ik jullie denk binnen 2 weken meer over kan gaan vertellen. Dus daar ga ik jullie allemaal nog op de hoogte van houden wanneer ik dingen naar buiten mag brengen. Het zijn allemaal leuke nieuwe dingen in mijn carrière. Carrière switch movejes. Dus ik heb er heel veel zin in. Dus nou jongens, zit even te denken. Deze week heb ik het best wel druk. Maar er komen nog wel wat vlogjes aan. Als ik gestopt ben met werken, dus dat is deze week. Na deze week wil ik vaste uploaddagen. Dan ben ik al een keertje aan begonnen en dan ben ik ook weer van afgezien. Ik denk dat ik de maandag, woensdag en vrijdag doe. Maar ja, ik vind het nogal wat om echt vaste dagen in te stellen. Want dan wil ik me er ook echt aan proberen te houden. Sorry hoor. Dus als jullie een beetje tips of suggesties hebben met een leefstijl zoals ik, nogal chaotisch. En nou, zometeen komt er dus wel ietsjes meer regelmaat in. Omdat ik dan niet meer bij de ortho werk. Maar ja, dan komen er dus vaste uploaddagen en tijden. Dus dan kunnen jullie daar vast een beetje rekening mee houden. En misschien weten jullie wel wat bij mij past. Dus geef het vooral door in de comments. Dat zou ik heel nice vinden. Oké jongens, nou hartstikke bedankt voor het kijken. En vergeet niet even te abonneren en te liken als je het een leuke video vond. Oké, doei doei. Oh ja, trouwens. En vandaag komt ook Robin haar shoplog online. En die staat nu online op haar kanaal. Die kan je bekijken. Doei. You're the one, you're the one.